Als er iets is op de wereld waar ik een hekel aan heb, dan is het wel idioot rijgedrag op de weg. Want in zekere zin rij je in een voertuig wat mensen kan doden. Dus dan is het vanzelfsprekend als je daar verantwoordelijk mee omgaat. En nu hoor ik het jou zeggen: ja, die don, ja, jij rijdt in een BMW, hè? Dat, dat zijn allemaal aso's. Houd mij het buiten. Laat mijn rijgedrag lekker een mysterie zijn. Vandaag, om mijn frustratie te voeden, gaan wij op de subreddit kijken: idiots in cars. En dan ben ik benieuwd wat voor grappen en grollen er allemaal worden uitgehaald. Ever wonder what creates traffic? This guy. Dus wat creëert er een file? Vermoedelijk deze man. Oké, okay, het is gewoon een normale file. Oh. Oh, heel fijn. Nee, gaat hij express over twee banen? Uh, hij rijdt wel akelig langzaam. Oh, oh gaat hij serieus remmen? Ja, maar dan doet hij het gewoon expres. Auw, wat ben je aan het doen? Heeft hij een wagen met echt mooie velgen? Ja, dan gaat hij nu versnellen om ervoor te gaan. Hè? Oh, wat verschrikkelijk dit. Wauw, die guy moet gewoon inderdaad over het verdrijvingsvlak heen om er langs te ik, gaan. Ik ben perplex, man. Wa waarom? 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 Fucking bel 1 en 2. Je houdt deze guy aan. Hij creëert files. kutten. Als het niet voor mijn dashcam was, was ik de schuldige. Want de chauffeur en de getuige zeiden dat ik door rood heen reed. Oké. Okay. Hij gaat rechtdoor op een ijzige baan. Het is groen, oranje. Oh my, oh my, oh my. Ja, je kan het hier zien aan de rechterkant. Zie je zeg maar dat is dat is kruislinks. Dat gaat langs elkaar, weet je? Dus ga je ga je ga je is nog steeds rood. Je ziet hier ook nog steeds rood. Je ziet aan de andere kant, links zie je ook nog steeds rood. Oeh. Is het is het een Godverdomme is dat nou een BMW? Zie ik dat goed? Nee, na die koplampen komen wel bekend voor, maar dat is... oh ja, dat is akelig. Oh, dat is lelijk man. Dat is lelijk. Zeker op zo'n ijsbaan. Zeker daar. Kunnen we allemaal akkoord gaan dat dit een winnaar is? Laten we kijken. Er komt een uh, hulpvoertuig aan. Oh nee, die groene die gaat stoppen zeker. Oh nee, ik wist het. <laughs> ga de kant, 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 ga, 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 move, move. En dan zeggen ze wel eens dat Duitsers efficiënte werkers zijn. Ik, uh, ik zie weer staan, dus ik ga ervan uit dat het Duits is. Kan desnoods ook Oostenrijks, misschien een deel Zwitserland zijn. Oef, je hebt zelfs nog ruimte. Je kan gaan en... Uh, ah, hij gewoon iets meer naar voren. En gewoon blijven staan. Ouwe, waar zit je met je hoofd? Wat ben je aan het doen? Je ziet, je ziet een truck en het, hij toetert en dat ding... Uh, move! Oh, ik, ik, ik snap dit niet. Hoe, hoe? 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 Hoe drinkt het niet bij je door? Ben je gewoon een sadistische zak dat je zegt: van ah, fuck it, mensen moeten branden? Of ben je zo van god los dat je niet snapt hoe dit werkt? Die kreeg volgens mij echt zijn rijpwijs bij een pakje boter. Dit is hoe het eruit ziet wanneer je je koplampen niet aan hebt: in regenachtig weer. Je bent nauwelijks te zien. Er is één wijze les wat ik van mijn rijlesinstructrice heb gekregen. En dat is zien en gezien worden. Voor de veiligheid kan je altijd gewoon je lamp aandoen. Zelfs overdag, ook al heeft het niet veel effect. Maar zodra het minder wordt, dan heb je al je lamp aan. Zien en gezien worden. Dat is de tip. Just the usual of casual Karen. Oké. Okay

Oh, maar het helpt ook gewoon niet. Oké, okay. ik ben ook wel eens gefrustreerd in de auto. Maar het helpt je situatie niet om naar andere mensen te schelden. Het helpt je situatie niet. Het overkomt je. Er is geen geluid bij deze. Ik weet niet helemaal. Huh? Oh, het is gewoon een zebrapad. Dus hij mag er gewoon oversteken, man. Alleen die guy die ging gewoon. Wat, wat, wat doet hij nou? Wat doet hij? Wat doet hij? Hé, je reed een fiets aan, niet een, niet een, Huh, hier werd de fietser aangereden, ja? Gewoon een fietser, normale fietser, zwart shirt ook, geen helm. Hij gaat aan de kant, zet zijn fiets aan de kant, et cetera, Hij gaat zelf uh, pakket zijn auto aan de kant. Nu komt er een guy aan, oké, okay, zwarte jas, met helm, rode brommer. Hm? Hé, hey, wacht jij eens even, wacht juist eens even. Dat duidt alleen maar meer aan hoe hij niet aan het opletten was. Als je gewoon geen eens het idee had wat hij aan het aanrijden was, dan ben je niet aan het opletten. This idiot passing at high speed through a puddle. Hé, hey, hebben we aquaplanning? Joink! Aquaplanning! Houdt hij hem? Saved! Rijd niet te snel door een plas heen. Dan heb je banden geen grip meer. Aqua-planning. En Lamborghini. En de andere auto reed door rood. Want het is al. Te... Eigenlijk. Oké, okay, er is waarschijnlijk iets van een verkeersoponthoud. Dat het iets langzamer verloopt. Maar je ziet al in de verte. De stoplichten zijn groen. Dus technisch gezien. De, 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 de baan waar zij in staan. Mogen rijden. Het is natuurlijk niet zo handig om te rijden. Want er gaan auto's in heen en weer. Zij gaat. En. De, ik moet zeggen. Deze. Die gaat wel heel later achteraan. Het gat, zeg maar, met deze truck en de volgende auto. Dat is wat. Drie autolengtes. De, de, die heeft echt geen haast om er te komen hoor. Ondanks dat het rood is. De SUV komt te laat aan en gaat waarschijnlijk door rood heen. Maar de Lamborghini die wil dit te graag. A good driver sometimes misses the exit. A bad driver never misses the exit. Oh, juist. Je gaat gewoon stilstaan in de... Ga je achteruit. Je, je weet dat je hier niet... Doe, doe nou niet. Oh, hemel. Oh, dit moet je toch niet willen. Neem gewoon de volgende fucking afslag. You dweeb. Nee, je gaat spookrijden. Die <laughs> schrikt al en zo. Wait, hold up. Hé? Ja, hij gaat al achteruit. Nee. Ah. Yo, je kan... Nee. Ah, je gaat zo ver terug. Neem dan... Te... Oh shit, oké. Okay, ik wil het niet goed praten, maar neem dan tenminste de vluchtstrook of zo. Ah, dat was zo ver terug. Dit kan je niet menen, man. Dit kan je echt niet menen. Ook gewoon, dan kom je aan op je adresje op bezoek of zoiets. Hé, hey, uh, je bent wat later. Ja, ik heb de afslag gemist. Maar ah, ik, ik, ik kon wel even terugrijden. Oké, okay, weet je, oh, terugrijden. Zo gewoon nee, ik ging tegen het verkeer in. Mensen keken heel raar naar me. Ik weet niet waarom. Idioten op motoren. Oeh, jemmer, wat gaat die hard? Nou, vrij baan. Ik, ik, ik snap waarom ze het doen. Oeh, oeh. Zo, daar, daar heeft hij gewoon in zijn broek gescheten, man. Oh, oh helemaal, dat scheelde niks. Het oh, scheelt niks. Dat is een goede test of je wilt weten of je hart nog werkt. Want dan ga je gewoon van een rustige, nou, wat is het, 80 hartslag, 80 uh, bpm of zo. Uh, 200. Ja, dan werkt je hart wel weer. Ik came across this fine specimen today. Land oh, dit is line. recent, 12 uh, april 2020 of uh, 26 april. What are you doing? What, Waarom? Waarom? Right uh, uh, oh, de bestuurder is aan het bellen. Can't make up his mind. Waar? Uh, uh, what are you doing? Uh, Waarom? <toss> Ik mis context. Nou, uiteindelijk kan hij er wel langs. Maar wedden dat die andere hem weer in gaat halen? Yeah, really ja, daar is hij weer. <laughs> en dan nu gewoon een afslag nemen. Gewoon fuck it, ergens anders naartoe gaan. Ik, ik snap het, ik, ik snap het motief niet. Ik heb het gevoel dat daarvoor nog iets uh, is gebeurd. waardoor die andere persoon dit doet. Uh, bijvoorbeeld is afgesneden of wat dan ook. Maar het is niet duidelijk door middel van toeters of wat dan ook. Of scheldgedrag. Het, het is onduidelijk. Ik, ik heb het gevoel dat er iets mist. So look, am in a hurry, let me drive 5 kilometers per hour on a highway and clean on the ride. Je, je ziet inderdaad al gewoon... De hele auto is schoon, behalve de windshield, het raam. Hoeveel moeite is het om dat eerst te doen voordat je vertrekt? Deze persoon heeft dus al van haar woonwijk, waar de fuck ze ook woont, naar de snelweg toe gereden met gelimiteerd zicht. Om vervolgens op de snelweg het schoon te maken en to toch te zitten van... Ah, ik zie toch eigenlijk geen ene kloot. Dat gaat toch niet? Dat kan niet. Dat kan niet. Dat eh... Uh... Ah. Goed. Oké, okay, een uh, persoon rijdt in een uh, sportieve, sportieve wagen. Doet zijn raampjes dicht. Joink! <laughs> I was told to post this here. It's my own fault. Ja, yeah, dat klopt. Al Tijd je cabrio dak inklappen als je stil staat. Want anders krijg je dit. Ja, dat is leuk. Daar kan ik om lachen. We hebben weer naar genoeg idioten gekeken. Ik heb er weer van genoten. Hopelijk jullie ook. Zo ja, dit dan zie je zeker met een duimpje omhoog. Wil jij toevallig nog twee andere video's zien? Druk op de knoppen naast mij. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei. doei.